Yes, daar zijn we weer. We zijn weer met een splinternieuwe aflevering van Klasse, de podcast. Tegenover mij zit natuurlijk Marvin Leter en mijn naam is Ben Kremers en iedereen is weer welkom. Marvin, grote vriend, hoe is het? Ja, goed hoor. Ja? Lekker? Je bent naar Euro Disney geweest? Ja. Hoe was het? Ja, tof. Ja. Met de kleine dochter samen? Mooie dingen, mooie herinneringen. Ja, dat zijn zeker mooie herinneringen. Wat vond ze het leukste? Mijn dochter is verwend, man. Zij is al 3 keer gegaan. Ja, sorry. Ik bedoel dat lief hoor, maar zij is al 3 keer gegaan. Mm-hmm. We gingen bewust naar bepaalde attracties, hè? Ja. Euro Disney, gewoon bewust naar attracties gaan. Ja. We gingen als eerst naar die elevator. Ja. Vond ze niks aan. Oké. Okay. Die vrije val vond ze hartstikke eng. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ze is 6 toch? Ja, zeven. Vrije val, daar vond ze niks aan. Dus ik dacht, dan gaan we gewoon rustig aan doen, toch? Dan gaan we naar Drinky Dog, weet ik, zo heet dat ding volgens mij, toch? En dan gaan we naar verder de rest van Toy Story. Maar op een gegeven moment verraste ze me dat we naar de Avengers. Ja, ik zag op social media ook komen. Zo, ik scheet in mijn broekje op en zei gewoon nog een keer. En dat vond ze niet eng. Ja, dat is crazy. Dus cool. Dat was wel nice. Maar ben je een beetje van Avengers en van Marvel en jij ook niet? Ik ben wel van Marvel, maar ik ben niet van de Avengers. Nee, ik ben wel echt een X-Men guy. Ook Star Wars of dat niet? Nee. Nee, ik vind... Ja, zeg maar. Nee. Ik vind Star Wars echt voor nerds, man. Sorry, ja? Ik vind Star Wars echt super dope. Omdat je een nerd bent in Nee, ik krijg ook kippenvelden van nee. Ik wil er niks aan, man. Ander onderwerp toch. Hey, we hebben vandaag niet één, maar twee gasten. En ik ga ze meteen introduceren eigenlijk. We beginnen met Joël. Bewegen is leven. Met meer dan 1,5 miljoen likes en meer dan 70.000 volgers op TikTok en nog eens 115.000 volgers op Instagram, is bewegingsagoog Joël Kruiselbrink, zeg ik het goed? Ja, zeker. Nice. Een ware hit op social media. Hij is bewegingsagoog, maar wat is eigenlijk nou een bewegingsagoog? Wat doet hij allemaal? Hij brengt zijn werk veel door met ouderen en probeert ze op een speelse manier aan het bewegen te krijgen. Maar waarom doet hij dat eigenlijk? En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe hij dat doet en waarom hij dat doet. En niet alleen ouderen moeten bewegen, maar ook natuurlijk jongeren. Dus ik ben ook nieuwsgierig hoe hij daarnaar kijkt, wat hij daarvan vindt. En hoe hij uiteindelijk hier beland is. En hij heeft ook zijn collega Anneke meegenomen. Hi. Ja, hoi. En die mag jij introduceren. Ja, zeker. Nou, Anneke is een hele goede collega van mij. Is welzijnscoördinator. Zeg ik dat goed? Ja. En ze doet heel veel met belevingsgerichte zorg. Dus, en dan vertelt ze ook verhalen over op LinkedIn. Dus ook zeker een tip. Wij zijn helemaal één team eigenlijk. Dus daarom heb ik haar ook meegenomen. Ja, tof. Zeker. Dus welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank je. Tof. Dus, wij zijn natuurlijk de podcast over klassen en, over onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Dus we zijn wel nieuwsgierig hoe jullie dus hier ingerold zijn. Maar om te beginnen als eerste, wat is nou een bewegingsagoog? Voor de mensen die dat niet weten. Nou, ik nodig bewoners uit in de verpleeghuizen om in beweging te komen. Mm-hmm. Ja, zo zeg je het eigenlijk. Ja. En is dat dan vrijwillig of verplicht? Of zeg je van, joh... Als je iets verplicht, als je zegt van, hey Henk... Kom in beweging, dan zegt hij Henk heel vaak van ik ben 80, ik ga niet in beweging komen. Dikke vinger, zegt hij dan. Ja. En, maar als ik het andersom draai, dat ik investeer in Henk, dan krijg ik Henk wel mee. Dus dat eigenlijk. En, wat is een bewegingsagoog? Ik stel me altijd voor als een trainer, een coach en een agogische hulpverlener. Mm-hmm. Dus trainen wat ik doe is eigenlijk in groepsverband of 1-op-1 trainen. En coachen is ook mijn... collega's coachen op bewegingsgerichte zorg, die in de zorg staan. Want een broodje jam, zelfs meer, is ook bewegen. En dat wordt heel vaak overgenomen door de zorg. En het agogische hulpverlener is eigenlijk het leukste. Dus mensen die inactief zijn, je kent zowel de mensen die de hele dag in bed liggen. Mm-hmm. Of als je op een huiskamer binnenkomt, dan ligt de helft te slapen. En die probeer ik dan actief te krijgen. En weer een leefplezier te geven in het leven. Ja. Heel waardevol werk, denk ik, of niet? Ja, zeker. Ja. Ja. En als je hem in één zin zou moeten omschrijven, Anneke, hoe zou je hem omschrijven? Een creatieve wervelwind. Creatieve wervelwind, nice! Ja. Nice, heel goed. Mooi. Ja, heel mooi.
En van waar die wervelwind? Je ziet hem regelmatig langsvliegen met bewoners. En dan denk je, hij was toch op die etage. En dan zit hij op de volgende etage. En hij gaat alle kanten op. Hij gaat alle kanten op. Met 100 ideeën op een dag. En dat gaat allemaal door elkaar. En dan is het aan mij om me daar aan te passen. Want hij moet wel naar jou luisteren, toch? Of niet? Nee, we doen het samen. We doen het samen? Ja. Oh, tof man. Maar jullie zitten eigenlijk met name met ouderen. Toch? Ja, hè? Zeker. Ja. Marv, heb jij ouderen in jouw omgeving die in een verzorging thuis zitten of die... Nee, nog niet. Nee? Nee, gelukkig nog niet. En jouw opa's en oma's? Allemaal overleden. Nee, zo... Nee, zo... Sorry, oma. Knip. Ja, echt een knip. Nee, één oma overleden en de andere woont in Suriname. En zij is 87, volgens mij. Nice. En nog steeds alles zelf. Ja, heel zelfstandig. Dus, ja, vergeet gewoon. Ja. Is er niet hoe vaak spreek je uit? Eens in de twee maanden of zo. Eens in de, oké. Okay. Nice. Dus, maar ze is nog hartstikke actief. Ja, top. Jij? Ja, ik heb helaas geen opa's en oma's. Dat weet je, de laatste is nu over een paar maanden, een jaar geleden overleden. Dat is mijn laatste opa, zeg maar. En dat is wel heel verdrietig, maar ander onderwerp graag. Ik hoorde hem net zeggen iets over leefplezier, maar ik denk dat het vooral is. Hè? Dat ze in beweging willen komen en willen blijven, denk ik. Ja, ja. Want ik heb 100.000 vragen eigenlijk. Ik wil het hebben over de zorgtekorten, over hoe de ouderen, hoe dat in Nederland is geregeld, hoe jullie samenwerking is. Maar laten we bij het begin beginnen en... Hoe komt het dat jullie zo goed samen kunnen werken? Hoe zijn jullie elkaar leren kennen? Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, dat is een hele goeie. Het was eigenlijk... er was een vitaliteitsweek en er moest een filmpje worden opgenomen. En ik liep door het pand heen te chasen. En een andere collega, bewegingsagoog, die zegt... Ja, Anne, we moeten iemand hebben die dat filmt. Ik zeg, ik loop wel langs, film het wel even. Dat is goed. Nou, en toen kwam hij binnen. Ik denk, nee, zeep, verrek, dat is die van die filmpjes. En dus dacht, nou moet ik even opletten. Dus ik heb het gefilmd. Mm-hmm. En toen had ik ineens nog een paar ideeën. Dus dat had ik meegegeven en nog wat tips. En toen raakten we aan de babbel buiten. En toen merkten we eigenlijk dat we op zoveel dingen op een golflengte zitten. En dat we precies hetzelfde denken. En dat we echt zoiets hadden van, nou ja, het zijn we al 10 jaar kennen. Maar dat is helemaal niet waar. Nice. En toen zijn we onze krachten gaan bundelen. Dat is een beetje... Dus je hebt de drijvende kracht achter zijn TikTok-filmpjes, of niet? Soms wel. Ja, ze weet wel goed hoe ze moet filmen. Dus, ja. Dus is dus jouw cameravrouw is het gewoon een beetje. Ja. Nou, ik zie veel collega's, ja, sorry voor jullie, maar die filmen dan niet echt goed, weet je wel. Kijk, de juiste angle, zeg maar. Ja. Ik vraag ook altijd toestemming aan de bewoner zelf, want ik wil ook de mimiek zien van de bewoner. Dat is zo belangrijk. Je wordt heel vaak gefilmd zonder gezicht, want qua privacy, dan gaat het niet. Ja. En anders film ik gewoon niet. Als ze dat niet willen, doe je het niet. Mensen willen echt zien dat ze lachen, weet je wel. Ja. Want hoe zijn jullie tot die filmpjes gekomen eigenlijk? Je zegt, je hebt het over de mimiek dat je dat belangrijk vindt, maar hoe ben je erbij gekomen om het op TikTok bijvoorbeeld te gaan plaatsen of Instagram of Facebook? Ik werk nu ongeveer 5 jaar als bewegagoog en het eerste jaar was ik alleen aan het bewegen met actieve bewoners die naar me toe kwamen en die zeiden van, ik wil tafeltennissen of ik wil sporten in de oefenzaal. En toen zei ik van, prima, weet je wel, met 2 vingers in de neus deed ik dat eigenlijk. En toen bracht ik die actieve bewoners weer terug naar de afdeling. Yeah. En toen zag ik eigenlijk de rest slapen. Dus dacht ik, daar ligt de uitdaging. Uh-huh. En zo ben ik een beetje gestart en ik wilde eigenlijk mijn beroep ook meer op de kaart zetten. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus, het eerste filmpje ging gelijk viral en nu zit ik bij jou in de podcast. Yeah. Nou, ik vind het wel mooi, maar jij geeft natuurlijk maatschappijkunde en maatschappijleer en dergelijke. Ik geef natuurlijk gezondheidszorg en welzijn op school en ik gebruik jouw filmpjes regelmatig als inspiratie en als voorbeeld om te kijken. Want kijk, zo kan je ook met de oudere mensen bezig zijn, zeg maar. We hebben dan een boek waar we in werken, dat heet Volwassen en Ouderen. Het gaat heel erg over de gesteldheid van het ouder worden, maar ook een stukje bewegen en activiteiten organiseren en dergelijke. En dan laten we jouw filmpjes zien en daar genieten we toch wel stiekem allemaal van. Dat is echt wel heel tof om te zien. Mooi man. Dat je gewoon met een ballon en een stofzuiger iets heel simpel kan doen. Of met een paar boeken of met een hoepel of wat er allemaal uitkomt. Dat is wel heel erg creatief. Ja. Echt heel tof. Mensen vinden dat leuk, hè? Ja. Het is ook leuk om te bedenken. Ja. We lopen door de gang en het is, daar zie ik wat staan bij die. En dat,
ja, we pakken het op en we gaan naar de desbetreffende bewoner toe. We beginnen gewoon. Ja, en dat om even de koppeling naar mezelf te maken, om terug te maken. Ik had, laatst hadden wij workshops voor de MAVO bijvoorbeeld. De MAVO kan bij ons kan een vak kiezen. Die kunnen naast naar de derde leer gaan, kunnen ze zorg en welzijn, NVI en PMP's produceren, installeren en energie kunnen ze kiezen, zeg maar. Dan gaan ze overal even kijken. En dan moest ik de workshop geven en denk ik, ja, wat ga je dan doen, weet je? En dan kan je wel iets saais gaan doen. En wat ook ik nou bedacht, weet je wat we gaan doen? Ik ga een parcoursje voor ze klaarzetten. Dus we moesten ze eerst, van die poppen neergelegd. Die heb ik altijd wel een leuke naam. Dat was Chinene en Giovanka en dat was Ari. Weet je, nou, die kinderen vinden dat al leuk. En die moesten dan met de Routek moesten ze een stukje verplaatsen. Ze moesten 30 compressies geven. Ze moesten iemand die in de fik stond, moesten ze een branddeken eroverheen doen. En ze moeten met de rolstoel racen. En dan ging het bij niet om of ze het goed doen of niet. Want ze deden het natuurlijk allemaal verkeerd, wat niet erg is. Want ze hadden nog een les erin gehad. Maar ze waren wel lekker aan het bewegen en ze hadden heel veel plezier. Ja, en dat vind ik wel heel gaaf dan om te zien. Als je die kinderen dat voor het eerst hebt, dat ze zoveel plezier en lol daarin hebben. Maar dat is voor jullie natuurlijk ook met die ouderen natuurlijk. Want hoe reageren die op jullie? Ja, we reageren ze op ons. Ja. Ons enthousiasme, ja, het is gewoon aanstekelijk, denk ik. We hoeven alleen nog maar boven te komen. En is dan, wat gaan we doen? Ja, oh, echt? Oh, nice. Ja. 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 Want maar niet alleen de bewoners, hoor. Ook de collega's. Ook de collega's. Oh, tof. Ja, ze staan gelijk op scherp. Ja. Als wij weer boven komen. Wat gaan we doen? Uh-oh. Stilzitten, niet stilzitten. Chaos. Ja. Ik moet bewegen. Heen en weer lopen. Ja. Telefoon weg. Ja. Oh, dat. Maar zijn er ook de ouderen die zeggen, nee, sorry, mij niet gezien. Zelden, maar die heb je wel. Maar... Je hebt ze wel. Ja, want is er nog een bepaalde doelgroep? Zijn het gewoon ouderen of hebben ze nog bepaalde beperkingen? Waar we van tevoren even voor Korsakoff bijvoorbeeld of iets dergelijks? Ja, ik werk dan 3 dagen bij het expertisecentrum Korsakoff, Slingendaal, van Lely Zorggroep. Ik moest het even noemen, Lely Zorggroep. Ja, dat is heel goed. Nog één keer dan. Lely Zorggroep. Ja. En 1 dag vandaag dan op de Burgt met PG, vooral met mensen met dementie. Ja, dus verschillende doelgroepen. Ja, diverse doelgroepen. Maar ja, als je de mensen met Korsakoff in beweging wil brengen, dan als je dat kan, dan kan je echt iedereen... Voor de luisteraars, wat is Korsakoff? Vitamine B1 tekort, door middel van overmatige drank- en drugsgebruik. Mm. Maar eigenlijk, doordat ze dan te veel drinken en drugs gebruiken, dan eten ze een lange tijd niet, waarop ze vitamine B niet krijgen. Zeg ik het goed? Mm. Ja, dat klopt. Dan gebeurt er wat in de hersenen. Ja. Zoals het aftakelproces, zeg. Ja. Een beetje niet onheilig. Mag ik? Ja, ja, tuurlijk. Ik sta weer aan. Hè. Ik heb 10 minuten geluisterd naar deze man en die ga ik vragen stellen. Luister, wat voor opleiding heb je gedaan? Want ik heb volop veel vragen, want je vertelt het ook met heel veel passie. Ja. En laten we bij het begin beginnen. Wat voor opleiding moet je hiervoor doen? Sport en bewegen. Ja. Bewegingsagogie, niveau 4. Ja. MBO. Dat heb ik in Heerenveen gedaan. Maar je hebt tegenwoordig ook HBO opleiding voor bewegingsagogie / PMT, psychomotorische therapie. Ja, dat heb ik niet gedaan, maar dat heb je nu ook. Ja. Ja, dus en je komt oorspronkelijk uit Friesland dus? Ja. Oké. Okay. Ja, Emmeloord. Emmeloord. Noordoostpolder. Oké. Zeg maar helemaal niks. Ja, zeg maar, ik doe alsof ik het weet. Emmeloord, ja toch. Ik weet absoluut niet. Waar ligt dat? Ja, Flevoland. Flevoland, oké. Dus dan moest je vanuit Flevoland moest je naar Heerenveen moest je dus reizen, ja, dus om zo te zeggen. De bus. Oké. Ja. Dus, maar ik vind het mooi dat je met ouderen bezig bent, want ik kan me dat zelf niet, toen ik de opleidingen ging kiezen, toen was het niet vanzelfsprekend dat je in de zorg gaat, want volgens mij is het ook super zwaar om te doen natuurlijk. Nee, hè? Veel te passief, dacht ik. Ja. Maar uiteindelijk, dan kom je erin terecht en dan helemaal verliefd op. Ja. Dat is gewoon zo mooi werk. Alles is bewegen, weet je. Ja, ja, ja. Als je uit bed stapt, tanden poetsen. Ja. Je kan zoveel kant op. Ja. En, Nice. Dus. Want, en heb je ook veel, zie je ook aan die ouderen, want je noemde echt, want dat heb ik onthouden, dat reefplezier terug moet komen. Ja. Heb je opgemerkt dat het reefplezier bij ouderen in het begin, als je de semester start, dat het ook echt minder is? Zeker. Ja? Ja. En hoe komt dat dan meestal? Eenzaamheid. Oké. Ja. Mensen die ook letterlijk zeggen, ik wil dood, ik wil dit heftig. Niet. Ja, ja, ja. Ja. Als mijn hoofd me in de steek laat, mijn herinneringen, als ik zelf verdwijn, dan hoeft het voor mij niet meer. Ja, dat horen wij heel vaak. Ja. Ja, dat is echt triest. Ja. Ja, sorry, hoe ga je daar dan mee om? Word je daarin getraind of krijg je dan iets mee? Of is het dan gewoon, als mensen zijn, reageer je daarop? Er zijn ook mensen die er niet mee om kunnen gaan en toch in de zorg werken.
Ik vind het een soort van uitdaging als iemand zoiets zegt. Mm-hmm. Dan luister ik. En vervolgens probeer ik iets te doen. Dat kan bij de een betekenen dat ik diegene letterlijk uit bed schop. Dat kan ook betekenen dat ik ernaast ga zitten en hele levensverhalen ga luisteren. Om vervolgens tot actie te komen. Dat kan heel lang duren. Mm-hmm. En als je uiteindelijk iemand uit bed krijgt en die zit helemaal blij met een kopje koffie in de woonkamer, dan heb ik gewonnen. Ja. Zou ook een schreeuw om aandacht kunnen zijn? Kan, niet? Zeker. Ja. Zeker. Ja. Maar ook gewoon het inleven van je hoofd laat je in de steek. Dingen die je weet, die weet je niet meer. En dan ben je nog wel een soort van bewust dat dat gebeurt. Dus je vergeet de namen van je kinderen. Je vergeet herinneringen. Ja. Als je dat, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, laat maar mijn ogen maar dicht, want het is goed zo. Ja, heftig. Dan kan ik me indenken. Ja. En ik, ja, je ziet soms ook best wel jonge mensen die dat al hebben. Dat je denkt, van ja, dat is gewoon eigenlijk niet eerlijk. Nee. En ja, dan maak ik er wel ook echt wel, en sowieso wel ook, van we willen er echt nog wat aan doen om die mensen nog blij te maken. En als één van die mensen lacht, ja, dan kan ik naar huis. Ja. Mooi. Ja. Ja, voor één lach per dag doe ik het. En ook over eenzaamheid, weet je. Als je bewoners dan in beweging brengt en dan na de tijd, dat je dat ook wat vaker zegt, dan zegt Piet tegen Nel van, hey, Nel, zo van bakje koffie doen, weet je wel. En dan, ja, dat is toch geweldig. Ja, inderdaad. Dat ze eerst eenzaam zijn en daarna zie je ze, daar doe je het eigenlijk voor. Ja, inderdaad, ja. Want ja. Tuurlijk, dus bewegen is altijd goed, maar dat mentaal is natuurlijk. Ja, mentaal, ja, dat gaat voorop, dat staat voorop natuurlijk. Ja, ja, gek. Ja, mooi dat jullie dit doen, man. Ja, ja, echt, zeker. Echt, ja. Jonna, is dat ook dan een beetje de keerzijde van het werk dan? Dat je ook over de dood met oudere mensen praat, tot ze dat daar behoefte hebben? Of klinkt een beetje gek, maar. Ja, ik sta er soms letterlijk naast. Als het gebeurt, dat heb ik vaker. Vond ik in het begin heel lastig. Maar daar leer je een soort van mee omgaan. Natuurlijk, sommige mensen, ik ga niet zeggen, ik hou het professioneel, ik ga me niet binden aan die mensen, want dan kan ik mijn werk niet goed doen. Je doet iets met je hart en dan doet het soms pijn. Dat is gewoon een feit. Mm-hmm. Maar het is zo mooi als jij op de laatste momenten naast iemand kan staan. En dat je iemand nog zo comfortabel mogelijk kan en mag maken. En ik heb ooit een keer een compliment gehad van een familie. Die zeiden van, toen onze vader ging, er stond een engel naast ons bed. Naast zijn bed. En dat bedoelde ze mij mee, ja, hey. Nice. Dat je dat dan hebt mogen betekenen voor een familie of een bewoner. En dat kan heel klein zijn. En soms ben je heel betrokken bij iemand. En iedere familie is anders, ieder verhaal is anders, iedere bewoner is anders. Maar zelfs dan kun je nog zoveel doen. En ik ben wel anders gaan kijken er tegenaan of zo. Dat wilde ik net vragen, inderdaad. Ja. Ja. Want kan heeft dat ook mee te maken dat... Dat die mensen in een hele andere levensfase zitten, waardoor je dus ook met hen anders naar de dood gaat kijken. Want ik denk dat wij, af en toe denk ik ook aan de dood, en dan raak ik in paniek van, nee, het is nu nog niet het moment. Maar ik denk dat zij er heel anders naar kijken dan wij. Ja, ik moet wel zeggen, en dat is wel persoonlijk, maar ik wil het wel gewoon delen. Ik ben zelf heel dichtbij geweest, dus ik weet, denk dat ik mag zeggen dat ik weet hoe het voelt. Ja. Dat maakt het voor mij wel veel makkelijker. Ja. En, heftig. Soms willen mensen er echt niet over praten. Wij doen ook altijd een behoeftebloem maken als iemand binnenkomt. Van, hè, wat zijn je wensen? Wat gebruiken we ook weer bij hem? Van wat is geschiedenis? En daar gaat Joël vervolgens mee aan de slag. Maar in die behoeftebloem is ook de vraag, hoe kijk je tegen de dood aan? En sommige mensen willen er echt helemaal geen woord over weten. En sommige mensen willen er heel graag heel lang over praten. Dat kan allebei. Ja. En jij zegt, ik ben heel dichtbij geweest. Wil je dat delen of wil je daar iets over zeggen? De bevalling van mijn oudste dochter ging niet goed. Oh. Ging helemaal fout zelfs. Ja. Okay. Ja. En toen ben ik wel zo dichtbij geweest dat ik toen zelf ook zoiets had van, het is klaar. Mm-hmm. En ik kwam weer terug, zeg maar. Goed. En daar heb ik toen heel veel moeite mee gehad op dat moment. En toen zat ik echt op zo'n wipwap van, mag ik me zo voelen? Kan ik me zo voelen? Ik heb een kind gekregen, ik heb een man. Wat ben ik nou aan het doen? En nu kan ik het gebruiken. En dat gebruik ik ook echt. Ik zet het er echt voor in. Ja. Voor die mensen. Mooi. Ja. Ik hoor mooie quotes voorbij komen. Nee, serieus. Nee, echt tof wat je zegt. Ook. Ja, ja, ja. Vooral over die relatie. En dat je moet natuurlijk professional zijn. Maar je bent wel een mens en je hebt gevoel natuurlijk. En dat vind ik wel mooi dat je dat zo verwoordt. Van ja, ik heb gevoel. Ik ga die band wel met die mensen aan. Ja, en dat doet het pijn. En dat weet je. Ja. Mm-hmm. Mooi. Ik word er een beetje stil van eigenlijk. Ja. En dat, zit jij er ook zo in? Of, Nou, kijk. Ik heb even een beetje water nodig eigenlijk. Ja. Kan je dat aan? Of, Nee, je mag hier niet eten en drinken aan de tafel. Oh, nee, daar zijn ze natuurlijk heel streng mee natuurlijk.
Nee, maar ja, ik heb gewoon ook wel mijn lievelingetjes, weet je wel. Tuurlijk, sommige bewoners zijn gewoon je lievelingetjes. En als die dan komen te overlijden, dan heb je het al even lastig. Ja. Zeg je heel eerlijk, ja, het is zo, denk ik. Ik heb ook gewoon een hart, werk in de zorg. Dus, ja. Ja, dus, ja, maar dat is sowieso... we gaan het nu nog niet hebben over het tekort in de zorg. Dat doen we dadelijk in de aflevering hierna. Ja. Maar het is natuurlijk mensenwerk, weet je. En wij hebben dat ook wel eens, hè, maar als wij, we zijn nu allebei bijvoorbeeld mentor van een leerjaar 4. Ja, wij vinden het ook lastig als ze dadelijk gaan uitvliegen, een diploma-uitreiking. En dan moeten ze gaan en dan moeten wij afscheid nemen. Nou, ja. We hebben het al een paar keer over van, oh mijn god, dat willen we eigenlijk helemaal zeker. Niet. Zeker. En ik vind het ook nice dat je dat zegt, hoor, want dat is ons ding. Maar ik vind dat al even niet te vergelijken. Ik weet dat je dat niet doet, hoor. Maar mijn hart huilt nu hoe hoort, snap je? En daarom kan ik mezelf... Maar dat is nu dat ik nu aan de voordeur sta en er ook niet mee bezig. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik dit doe. Nee. Snap je? En niet dat ik het niet wil doen, maar puur omdat ik het niet kan. Nee. Snap je? Denk ik. Soms denk ik ook wel eens, als ik naar huis rijd, ik ga bij de bakker solliciteren. Maar die week daarna doe ik toch maar weer wel mijn werk. Ja, snap je? En daarom, ik heb echt ontzag voor jullie, want het echt... ja. Serieus. Ja. Ik heb wel een leuk verhaal vertellen, want ik heb ook iemand waar ik mee boks. Of tenminste, mijn collega's boksen er ook mee, maar ik heb ook mee gebokst. En het is echt een bokskoning, weet je wel. Vroeger veel gebokst. En die heeft dan kanker in zijn, of een tumor in zijn rug. Mm-hmm. En hij mag maar op 30% mag die boksen. En, want het kan gebeuren dat hij dan dat hij dood neervalt. Zeg maar. Mm-hmm. Maar hij zegt altijd van, liever val ik hier met jou dood neer, dan dat ik heel lang in mijn bed lig en zo tot mijn einde kom. Dus dat is ook wel, ja, ik vind het mooi, maar ja, zal je maar gebeuren. Zo, ja, je zit er zelf niet op te wachten natuurlijk. Lastig. Ja. Dat zijn lastige dilemma's. Maar sowieso vind ik laatste wens of laatste of mensen iets zeggen, als hun dat echt zo willen, dan moet je dat respecteren, zeg maar. Ja. Dat is hetzelfde als, ook weer niet een vergelijking, maar bijvoorbeeld als mensen, ik wil niet gereanimeerd worden. Ja, je ziet het niet op het voorhoofd staan of iets dergelijks. Je gaat niet zoeken naar een portemonnee, zit er ergens een pasje in. Als dat eenmaal gebeurt, ga je gewoon beginnen. En als je er later achterkomt, oh, oeps. Ja, dus dat zijn allemaal lastige... dingen allemaal, zeker. Zeg maar. Want wat is dat het mooiste aan het beroep en wat is het lastigste aan jullie beroep? Begin jij? Het mooiste. Ja, ik vind mijn werk echt. Ik heb echt, ja, ik weet het klinkt allemaal heel erg. Ik heb echt eind van de maand, wauw, krijg je nog voor betaald ook. Ik ga echt met heel veel plezier naar mijn werk. Nou, ik ben zwanger, ik heb straks zwangerschapsverlof en ik denk nu al, shit, dat is wel heel lang zonder mijn werk. zoveel hou ik ervan. Ik bedoel, als ik ze zie, als ik op vakantie ben, dan ga ik video bellen met mijn werk, want dan mis ik ze. Maar dat hebben wij als team op mijn etage allemaal. Is daar echt, wij hebben dat echt. Ja, dat is wel heel en dan zeggen mensen, ja, de zorg dit, de zorg dat. Nee, dan heb je nog niet bij ons gewerkt, dat kan nog niet, want het is bij ons wel fijn. Mm-hmm. En het moeilijkste aan het werk vind ik, denk ik, alle dingen eromheen. En dan heb ik het niet per se over een zorgplan schrijven of een MBO of zo. Bureaucratie, zeg maar. Maar de bureaucratie erachter, dat mensen die niks met de zorg te maken hebben, er nog nooit geweest zijn, over ons gaan beslissen wat we wel en niet kunnen. Ja. Dat vind ik wel echt het moeilijkste eraan. Dan denk ik, kom alsjeblieft maar kijken. Mag een week met me meelopen. Mag allemaal. Ja. Ik laat alles zien. Misschien weten we dan waar we mee bezig zijn. Ja, dat gebeurt ook meerdere facetten. Voorzichtig, hè? Voorzichtig. Binnen deze wereld. Ja. Heel keurig. Heel keurig, toch? En voor jou, kijk, ik wilde altijd profvoetballer worden vroeger. Echt van mijn hobby en mijn werk maken, maar dat is niet gelukt. Zoals meerdere in Nederland. Nee, ja, echt. Inderdaad. 300.000 jongeren. Ja. Echt, maar nu, wat Anneke ook zegt, ik heb echt van mijn hobby nu eigenlijk wel mijn beroep, denk ik. En het online gaat nu ook heel goed, weet je wel. Daar haal ik ook heel veel kracht uit en energie uit. Het minste vind ik inderdaad, wat ik net ook al zei, een rapportage vind ik niet zo leuk te typen. Ja. Maar ja, dat moet. Ja, het liefst zit ik nog langer bij een bewoner, weet je wel. Ja. Maar ja, precies. Je moet dat doen. Ja. Ja. Het is gewoon zo. En ook wel lastig. Ik kijk inderdaad, in het begin zeiden we ook over de inactieve bewoners die je dan niet in beweging krijgt. Daar ligt ook de uitdaging, dat is eigenlijk ook het leuke eraan. Mm-hmm. Maar soms lukt het dan ook niet, of dan moet je nog kleiner denken, want alles is bewegen natuurlijk. Dus dan wil ik hem eigenlijk nog verder krijgen, maar dat lukt dan niet. Dan baal ik dan een beetje, maar het is ook weer een uitdaging. Dat is ook wel weer het leuke aan mijn vak. Dus, ja. Maar
Maar is het voor jou ook zo, als je op vakantie bent, dat je ook dan gaat FaceTime of bellen? Nou, of, ja. Nee. dat niet, maar wel ja, online, weet je wel, ja, dat is ook weer, ja, dat vind ik wel leuk natuurlijk om een beetje bij te houden. Dus dan, ik zorg er wel voor dat ik genoeg filmpjes heb als ik op vakantie ga, dat ik tijdens mijn vakantietijd nog wel even wat kan uploaden, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat is wel leuk. Ja, of je hebt mij. Ja, oh ja, inderdaad, of ik heb Anneke dat wel vaak, ja. Dus inderdaad... Als die ziek is op vakantie is, een filmpje, een dingetje doen, doe dat even. Ja, tof. Ja, heel waardevol en mooi werk. Ja, zeker. Ja. Zeker. Hadden jullie van tevoren gedacht dat jullie hier ooit zouden eindigen? Nee, ja? Nee, absoluut niet. Nee, en toch is het gebeurd. Ik ging echt nooit met ouderen werken en al helemaal niet met dementie. Nou, kijk waar ik geëindigd ben. Nou, dat is ook een beetje een vooroordeel, hè, wat mensen hebben over werk in de zorg. Vooral die kinderen bij ons op school. Ik ga nooit in de ouderenzorg werken. Dan moet ik luiers doen en dat. Dat is allemaal een beeld. Dan kiezen ze zorg en welzijn. Precies. Je moet inko zeggen. Luiers is wat ja, mag niet. Je moet uitkijken. Want in de zorgwereld is dat best wel gevoelig. Denk oh, ik. Ja. Excuus. Nee, maar ja. En weer een knip. Nooit. Inko's zei je, Inko's. Inko's. Is dat een merk of is dat... Zo heten die dingen voor volwassenen. Incontinentie. Oh, ja. Incontinentiemateriaal. Ik heb ook heftig om op dat punt te komen. Hè? Maar je hebt een laatste... Zo, echt hè? Ja, dat, nou ja. Is het ook? Ja, toch. Nou ja, mijn vader heeft momenteel prostaatkanker. Oh, ja. En die is bestraald, die is nu herstellende. En voor hem was ook een keuze, zeg maar. Dan konden ze bijvoorbeeld verwijderen. En dan, maar dan zou hij voor de rest van zijn leven incontinent zijn. Ja. En hij is pas 65. Dus hij zegt, ja, dit is, ik ga voor een andere optie inderdaad. Ja, ja. Hij zegt, ik zie het niet zitten om die inkoopdingen, zeg maar, de rest van zijn leven te hebben. Als je 65 bent, stel dat je nog, weet ik veel, 25 jaar door kan. Dus we zijn nu bezig met een andere oplossing. En het gaat gelukkig goed met hem, maar... Daar moest ik even aan denken. Maar het is altijd een drempel, hoor. Ja. Maar van mijn vader, na een leuke 1 april grap. We hebben toen, vorig jaar hadden we een paar toffe boys, hè. Ik zal geen namen noemen. Van de 4 basis. Die konden ook aardig voetballen, dachten ze. Oh! Die hebben ze natuurlijk ook geklaard. Maar toen had mijn collega, 1 april, we gaan een leuke grap. Toen hadden we dus van die volwassen luiers, zeg maar. En toen moesten ze dus die poppen gaan verschonen. Maar die zit helemaal niet bij ons in het programma, maar we hadden het stiekem gefilmd. En toen hebben we dat op de diploma uitreiking hebben dat ze aan ze laten zien. Dat vonden ze niet zo tof. Ja. Maar die stoeren waren echt van die binkies, weet je. Die vonden zichzelf echt heel stoer en maar ondertussen stonden ze gewoon lekker in een luier te verschonen. Oh, hoe maak het dan? Dat waren Daniel, hoe heet die? Jalen en... Guillaume waren dat, zeg maar, met z'n drieën. Stonden ze 3 van die grote gasten, stonden ze zo'n luier te verschonen. Oh, grappig. Hey, maar dat even tezijde. De eerste aflevering zit er met jullie zit er eigenlijk alweer op, want we gaan al langzaam maar zeker richting het half uur. Dus we gaan zo rustig afsluiten. In het vervolg, de volgende aflevering, wil ik graag met jullie even hebben over die tekorten, zeg maar. En wat zou het onderwijs kunnen betekenen bijvoorbeeld voor de zorg? Weet je, hebben jullie daar een idee over of iets dergelijks? Daar wil ik dadelijk even over verder praten. Wat we ook hebben is het laatste woord. Ik weet niet of ze daar wel met het fenomeen bekend zijn. Onze gasten die geven wij tijdens deze uitzending het laatste woord. Dus dan gaan de microfoons van Marv en van mij die gaan dicht. En dan geven we het laatste woord aan jullie. Dan mag je een shout-out doen. Dan mag je de Lelygroep nog eventjes een paar keer benoemen. Je mag je familie bedanken, je mag iets leuks zeggen, iets lief zeggen, wat je eigenlijk zelf zou willen. Je kan ook zeggen, joh, Joe doet nu de eerste en jij doet de andere, of je doet het samen, wat jullie willen. Maar ik wil onze luisteraars wil ik alvast hartstikke bedanken. We zijn tegenwoordig ook te luisteren op Link Media, iedere dinsdagavond tussen 7 en 8. Je kan ons luisteren op Spotify en volg ons vooral op TikTok en op Instagram klasse.podcast. Anneke en Joe, onze microfoons gaan dicht. Het laatste woord is voor jullie. Shootout geven. Ik heb één held, Asmi Alubeit. Die heeft mij eigenlijk een beetje gemotiveerd om in dit vak te komen. En shootout naar hem. Zonder hem was ik hier niet, denk ik. Dus nice. Ja. Ja, en ik zou zeggen, overweeg nog eens met de zorg te komen werken, want dat is wel superleuk. Dat zeker, ja. En als het even komt bij Lely Zorggroep natuurlijk. Lely Zorggroep.
Yeah.